Charlie, what the fuck? Wat doe je? Haal die geit weg, ik verwidder jou. Ik kom je persoonlijk opzoeken. Naast Charlie Chaplin en Charlie Hebdo hebben we nu ook Charlie Charlie. Een van de vele varianten op het oproepen van geesten. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een stuk papier met erop een kruis en twee potloden. De geest zal antwoord geven op je vragen door het bovenste potlood te bewegen. Vroeger hadden we het kloppende tafeltje, glaasje draaien en speciale borden om geesten op te roepen. En eens in de zoveel tijd wordt het oproepen van die geesten weer populair. Vooral onder kinderen en tieners. Maar het is niet zonder risico's. Geesten oproepen is geen spelletje. Je kan er doos bang van worden of angsten ontwikkelen waar je niet meer vanaf komt. Laat je niet bang maken door gelovigen die zeggen dat de duivel je komt halen als je je met kwade geesten inlaat. Natuurlijk bestaan die geesten niet echt. Er zit zo weinig wrijving tussen de potloden dat de zwaartekracht ze vanzelf laat bewegen. Er is maar een klein beetje wind, een trilling of stemgeluid nodig om het potlood te laten bewegen. Daar zit geen geest achter. Maar er is een andere reden waarom je beter geen geesten kan oproepen. Die reden heeft alles te maken met hoe je hersens werken. Wat je waarneemt is geen gedetailleerde weergave van de wereld om je heen. Je hersenen krijgen duizenden indrukken per seconde te verwerken en moeten een selectie maken. Wat je ziet en voelt is een interpretatie van een selectie van die gegevens. Het is dus verre van compleet. Waar jij je op focust, waar jij je op concentreert, dat zal ook hetgene zijn wat je waarneemt. Je hersenen kunnen je als het ware voor de gek houden en zelf kan je daar aan bijdragen, al dan niet geholpen door de mensen om je heen. Charlie! Maar wat gebeurt er dan als je geesten gaat oproepen? Je voelt al een gezonde spanning. Er zijn namelijk een heleboel mensen geweest die tegen jou hebben gezegd dat geesten eng zijn en dat er vreselijke dingen kunnen gebeuren. En mensen zijn sociale wezens en die nemen graag bepaalde dingen van elkaar aan. Hoe goed je ook rationeel bent onderlegd, je kan gevoelsmatig nooit voorkomen dat er een sfeer van spanning wordt gecreëerd. En doordat je die spanning ervaart, ga je je meer concentreren. En je hersenen komen vanzelf in een soort van modus terecht, waarin ze, voor het geval dat, alvast in de vecht- of vluchtmodus gaan. Je hersenen houden er rekening mee, onbewust, dat er wat kan gebeuren. En dat zal ervoor zorgen dat je heel erg de nadruk gaat leggen op de dingen die je om je heen ziet. Details die je misschien normaal niet zou opvallen, komen nu op de voorgrond te staan. Je bent in opperste staat van paraatheid. Zodra er wat gebeurt, dan zal je dus wat heftiger schrikken dan normaal. Vergelijk het bijvoorbeeld als je alleen thuis bent. Bepaalde geluiden die er altijd zijn, gaan je nu opeens meer opvallen, omdat je je toch onbewust wat onveiliger voelt, omdat er niemand in de buurt is om je eventueel te helpen. Nu zal het zo zijn dat als iemand per ongeluk of expres een trilling veroorzaakt of tegen het potlood blaast, je daarvan extra hard zal schrikken, omdat je dat onbewust toch een beetje verwachtte. En doordat anderen om je heen meteen gaan schreeuwen en krijzen en zich ook gaan gedragen alsof er een geest beschikbaar was, gaan je hersenen dat ook extra interpreteren als van er was een geest aanwezig. Stel dat er toevallig op dat moment net iets van de muur valt. Je zal ervan heftiger schrikken dan wanneer het was gebeurd als je je niet zo aan het concentreren was. Veel mensen zitten zo in elkaar dat ze dingen gaan associëren met elkaar en gaan combineren en daardoor een angst ontwikkelen. En die angst, de nasleep van die angst, kan nog lang doorgaan. En daarom is het af te raden om geesten te gaan oproepen. Thank you.